Vandaag gaan we het hebben over de betekenis van de groene en de oranje kaart. Kijken jullie mee? En de volgende zin is: Wir wünschen dir viel. Ira, je moet niet net opletten. Ja, sorry. Nou, ik geef een oranje kaart voor slechte inzet in de les. Het is geen straf, maar het is een waarschuwing. Ja. Je ouders of verzorger moeten hier een handtekening zetten en dan moet jij hem zo snel mogelijk bij mij inleveren. Ja, is goed. Nou, doe je telefoon weg en pak snel je boeken. Ja. Nou, als je een oranje kaart krijgt, die krijg je bijvoorbeeld voor het feit dat je huiswerk niet af hebt. Of omdat je je niet goed hebt gedragen in de les, als een docent je de hele tijd moet waarschuwen. Dan kun je dus een oranje kaart krijgen. En die kaart wordt ondertekend door de docent in eerste instantie. En die gaat mee naar huis om ook door de ouders ondertekend te worden. Als je dan vervolgens 5 oranje kaarten hebt gehad in een periode, dan gaat er een waarschuwingsbrief naar huis toe. En die waarschuwingsbrief die is er eigenlijk voor van, ja luister, dit gaat niet zo heel erg goed met deze leerling. Misschien moeten we eens heel even rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we de studiehouding van een leerling beter kunnen maken. Hi. Hi. Vader. U bent toch de bedenker van de groene kaart? De groene kaart, ja. Nou, iets zegt, dat klopt, ja. En de volgende zin is: Sie hat das Herz auf der. Zuma. Oké, bij deze krijg je een groene kaart, omdat de inzet in de les heel uitstekend is. En ja, ga zo door. En je ouders en verzorgers moeten even een handtekening eronder zetten. Ja. En zo snel mogelijk bij mij inleveren, hè? Nou, goed zo. Nou, we hadden eigenlijk de oranje kaart. Maar ja, ik vond het eigenlijk niet zo helemaal eerlijk voor leerlingen die altijd goed hun huiswerk maken en die hun werkboeken altijd heel netjes in orde hebben. Dus dacht ik van, nou, ik wil ook iets bedenken waarop we die mensen kunnen belonen. Dus toen heb ik gedacht, nou, als we nou eens een groene kaart maken, die af en toe uitgedeeld kan worden. En dat motiveert leerlingen dan om hun huiswerk te maken. En ze kunnen laten zien van, kijk, ik ben goed bezig.